Wat ik wel eens meemaak is dat in families mensen gebrouilleerd raken, elkaar niet meer willen zien. En dat dan ook het onfortuinlijke geval komt dat bijvoorbeeld dat vader tegen, of zoon tegen vader zegt ik wil je niet zien, of dochter tegen moeder zegt ik wil je niet zien. Ja. En dat ergens in die periode van stilte en afstand een ouder overlijdt. Ja. Dat is een probleem, heb ik wel eens ervaren. Want... Ik vind het een rampzalig scenario wat je zegt. Ja. Want wat gebeurt er op zo'n moment? En hoe bedoel je van wat gebeurt er op zo'n moment? Nou, je vertelde net over vastpakken is loslaten. En in mijn ervaring in mijn coaching is op het moment dat er de binding er wel is, maar de verbinding stopt, want een kind wil een ouder niet zien. Ja. En als op zo'n moment een ouder overlijdt, dan blijft er iets liggen wat niet rondgemaakt kon worden. Ja. En dat trekt een wissel op zo iemand. Ja, vreselijk, ja. Ja, oké. Okay. Ja, en ik heb daar ook geen oplossing voor. Het is... Je ziet het ook bij echtscheidingen, zie je dat soort dingen gebeuren. En je zou het mensen zo anders gunnen. Mm-hmm. En als je echt komt naar de essentie en de kwetsbaarheid, dan heeft een jongen zijn vader gewoon nodig. Ja. Dan heeft een jongen zijn moeder nodig. Dan heeft een dochter haar ouders nodig. En als dat dan gebroeieerd is, dan... En ik begrijp dat dat gebeurt en aan de andere kant denk ik dan ook van jongens, wat hebben we te doen? Wat hebben jullie te doen om bij elkaar te komen? Ja. Wie durft en wie kan er een concessie doen, een vergeving schenken of vergeving vragen voor hetgeen wat er is gebeurd? En als er vergeving gevraagd kan worden en gegeven kan worden, dan kunnen we weer met elkaar praten en kunnen we weer kwetsbaar zijn naar elkaar. Want blijkbaar is er dan iets gebeurd waardoor iemand zich niet gezien voelde, of in ieder geval aan de kant gezet voelde, of in ieder geval wil niet meer met de ander praten en geen contact meer. En ook dat leidt niet tot de oplossing. En zeker als er dan iets groots gebeurt met een verlies en dergelijke, en je moet er dan niet aan denken dat het dan een soort bezoekregeling moet komen, of een regeling van hoe gaan we dit doen. En dat komt voor, en ik zie het in mijn praktijk ook wel, en mijn signaal is dan ook meteen van jongens, of hoe gaan jullie dit oplossen? Hoe kom je weer bij elkaar? Ja. En even... Je wilt je kinderen er ook niet mee opzadelen. Want het komt in het systeem, komt dat ook weer terug. Dat moet je niet, en ook voor jezelf niet. Dat moet je... Ja, maar goed, ik kan makkelijk iets zeggen. En ik heb daar geen invloed op. Nee. Het enige wat ik kan zeggen, jongens, is dit ook wat je wil? En 9 van 10 die willen dit ook helemaal niet. Nee. Een ingewikkelde vraag is wie moet in beweging komen en wat is de klus die gedaan moet worden? Ja. En wat maakt dat het dan zo belangrijk is van wie dat dan gaat doen? Ja, oké. Okay. Ja, je hebt zelf ook ervaring. Je hebt 2 dochters en jouw vrouw is overleden. Ja. Een belangrijk thema waar het speelt is vrouwenkracht en mannenkracht. En kinderen kijken naar vader voor wat is mannenkracht en naar moeder voor wat is vrouwenkracht. Jij bleef achter met 2 dochters. Ja. Hoe dan verder? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb heel erg gezocht naar een draaiboek. Heel niet. Niet gevonden. Nee, ik zocht echt naar een draaiboek van hoe ga ik dit oplossen. En ze is 14 maanden ziek geweest, dus ik wist dat het zou komen. We wisten allemaal dat het zou komen. En dan nog, als het gebeurt, voelt het nog als heel onverwachts. En jongens hebben vaders nodig, hè, en meiden hebben... meisjes hebben moeders nodig. En ik kan niet en vader en moeder zijn. Nee. Ik ben een man, dus ik weet ongeveer hoe dat voor mannen werkt. En ik noem dat altijd mannen in de schuur. Mannen hebben vaak de neiging om het er maar niet over te hebben en hun eigen manier te zoeken van ik ga wel in de schuur of ik ga vissen of ik ga... En dan ga ik er wel mee overweg. En dan ontstaat er ook vaak frictie tussen de man en de vrouw. Van God, hij wil het er nooit over hebben. Ja. Nou, hij wil het wel over hebben, maar niet op die manier. Ja. En dat noem ik dan mannen in de schuur. En dat is ook mijn eerste neiging. Om mij dan af te zonderen en in de schuur te gaan. En dat lukt, dat kan niet als je met 2 kinderen achterblijft. Nou is er nog een... Ik heb ook een schoonzus... Gea, en daar hebben de kinderen heel veel aan gehad. Dat is dus de zus van hun moeder. Ja. De oudere zus. En daar hebben ze heel veel aan gehad. En je merkt ook dat de dochters heel erg naar elkaar toegegroeid zijn.
Omdat ook ik ook een jaar na haar overlijden, tot een jaar, ben ik ook geen makkelijke vader geweest. Omdat het ook allemaal paniek was in mijn hoofd. Ja. En, hoe oud waren je dochters op dat moment? Die waren 13 en 15. Hm. En die zijn ook heel erg naar elkaar toe gegroeid. En dat is een beetje het is ook wel een eenheid geworden. Ook met hun verschillen. En ze hebben ook wel eens heibel. En dat is ook allemaal prima. Maar de basis is van, het is een eenheid geworden. En dat is als vader erbij helemaal niet zo makkelijk, soms. Maar wel mooi hoe dat dan ontstaan is. Ja. En als je naar mannenkracht kijkt en vrouwenkracht, dan zijn dat twee verschillende dingen. Hoe zou ik het zeggen? Het is wel zo dat ik heel goed met mijn dochters het daarover kan hebben. Ze kunnen me vragen stellen en dat doen ze ook. We hebben het veel over hun moeder gehad. En mocht dat niet zo zijn, dan krijg je nog wel een reactie op het filmpje, denk ik, van mijn dochters. Maar ik ben ervan overtuigd dat, en dat hebben ze me ook teruggegeven, dat ze heel erg blij zijn hoe het nu gaat. Ja. En dat ze met alles kunnen komen en dat ik ook veranderd ben. En ik ben niet hun moeder geworden, maar ik ben wel veel meer toelaatbaarder, of hoe zeg je dat, toegankelijker geworden. En de tante, zeg maar, hun zus, die heeft dan een belangrijke rol gespeeld ook voor hun. Ja. Wat heeft zij gedaan of hoe is dat gegaan? Nou ja, zij is eigenlijk een basis geweest voor hun om altijd aan te kunnen kloppen. Ja. En ze hebben nu ook nog steeds heel veel contact met elkaar. En soms gaan ze met z'n drieën uit eten. En, of de meiden die gaan bij haar eten. En dat is een soort basis van terug kunnen vallen op geweest. Ja. En daar ben ik heel blij mee, dat er dan ook was. Mooi, dus zij heeft de vrouwenkracht gebracht of laten zien. Ja, zij heeft de kinderen ook meegenomen in wat zij op dat moment nodig hadden. Hmm.